Welkom. Papa Michel, Anna, Emma, mama Tinneke, familie Gijs. Emma en Anna, willen jullie snel jullie zwemkleren aanpakken? Ja, ik pak graag mijn band mee. En wij gaan een zandkasteel bouwen, toch mama? Ja. Wow, wat is het hier een supermooi huis. Echt zo fantastisch. Ja. Heel fantastisch. Echt serieus. Wie wil hier nog komen? Ik. Wij zijn er alleen. Ja, perfect. Rust. Oh, wat is het hier schoon. Ja, heel mooi. Papa, wil je voor mij mijn zwembad oplaten? En met mij een zandkasteel bouwen. Een zwembad opblazen? Ja, ik pak het snel allemaal rap uit. Zo. Waar ligt het? Oké. Ik zal beginnen al met zwemdier. Mama, jij gaat met Emma een zandkasteel bouwen. Oké. Waarom zie je helemaal rood, papa? Hij zweet met deze weer om die luchtband op te blazen. Ik zweet. Oh, Emma, het is warm. Wow, wat is het hier prachtig. Oh, ik lig lekker in het water. La 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 la. Kom, ik zal je tonen hoe je een zandkasteel moet bouwen. Deze emmertje is niet goed genoeg, Emma. Waarom niet? Ik zie dat er een deuk in zit. Oh, wacht, wat hebben we hier nog? Hier, deze potje kan je pakken. Oh ja, yeah. Ik zal je tonen. Je vult het eerst met zand. Daarna kipper je het om. Kijk eens, hoe mooi nu. Wow, wat is het een mooi geworden. De volgende keer ga ik het alleen proberen. Oké. Okay. Papa, wil je met mij deze beklimmen? Oké. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Het is goed, het is niet zo steil. Hou me goed vast, hè, papa. Ja, er zal niets gebeuren. Goed, heel rustig. Je doet het heel goed. En Anna, heel goed doe je het. Heel perfect, rustig aan. Kijk, daar zijn mama en Emma. Joehoe. Ik heb iets gevonden. Een zwemplank. Wow, Duncan, dat was vroeger van iets. Het is fantastisch. Daarmee kunnen we een boot of zoiets kopen. Ja, leuk. Maar kunnen we er iets mee doen? Kijk, dat is van een museum. Prachtig, nog van vroeger. We kunnen het gebruiken voor in een boot. Ja, wordt vervolgd in deel 4.